Ik ben vandaag op de Berenkuil, op het Snake Lake, en we gaan het vandaag hebben over peest. Ik krijg heel regelmatig vragen van vissers die zeggen, joh, hoe werkt dat nou precies? Hoe moet ik er nou mee vissen? Wat voor materiaal heb ik nou nodig? En er is eigenlijk in Nederland maar één expert op dat gebied. Die zit achter me. Ik zet even een stap naar de zijkant en zie hem al zitten. Ik ga vandaag op stap met Erik van Otterlo. En we gaan hier aan de oevers van de nieuwe karpervijver van de Berenkuil, gaan we eens aan de slag met peest. Waarom vis jij nou zo graag met peest? Vissen met peest is gewoon een hele effectieve manier van vissen. Met name in de zomermaanden, als de watertemperatuur hoog is, dan aast die dikke karper vaak ontzettend goed op peest. En dat is voor in een wedstrijd zeker is dat gewoon een hele goede manier om veel vis te vangen. Wat voor soort peest gebruik jij nou? Nou, wat we eigenlijk gebruiken, het zijn een aantal verschillende dingen. Dus we hebben gewoon onze kant-en-klare peest. Die is gewoon hartstikke goed. En zeker voor iemand die niet vaak met peest is, wat ermee wil beginnen, een heel goed product om daarmee te starten. Heel makkelijk in het gebruik, makkelijk aan te maken. Ik ga jullie zo de verhoudingen uitleggen wat je daarvoor nodig hebt. Ga je wat verder, dan maken wij eigenlijk zelf de peest. Dus je ziet hier ook een aantal zakjes liggen. Dit is een peest die ik zelf gemalen heb. En die is gemalen vanuit een expander en een gewone pallet. Dus dat zijn twee pallets die je bij elkaar maalt. En dat is een peest die net even wat sneller oplost dan de standaard fabriekspeest en onze eigen peest. Laten we gewoon eens beginnen met de standaard zakkenpeest. Ja, is goed. Wat ik altijd doe, dat is wel even belangrijk om daarmee te starten. Dus voordat ik de peest aanmaak, wat ik thuis al gedaan heb, is dat ik eigenlijk altijd uitzoek hoeveel water er precies op de peest moet. Het is namelijk heel belangrijk om de juiste hoeveelheid water in één keer toe te voegen aan de peest. Wat ik nu gedaan heb, ik heb onze kant-en-klare peest, ik heb 100 gram peest heb ik afgewogen en ik weet dat daar 150 cc water op moet. Dus daar heb ik altijd een maatbekertje voor bij me, dat ik precies weet hoeveel water daar in één keer op kan. En dat is wat we dan in één keer doen. Oké, en dit is je zelfgemaakte peest? Nee, dit is de kant-en-klare peest van ons. Ah, dus dat is even. De super peest. Ja, oké. Van Sensus. Dus nog even voor de duidelijkheid, wat is de precieze verhouding? Dit is nu 100 gram, dus ik heb even een klein beetje ervan gemaakt. En hier gaat 150 cc water gaat hier op. Okay. En dat voeg ik in één keer toe. En wat je dan gaat zien is dat als je hem aanmaakt, dat het eigenlijk zo een soep wordt. En iedereen denkt dan direct van, nou daar kun je niks meer mee. Dan is de bedoeling om die gewoon een paar minuten te laten staan. Dan zul je zien dat die daarna perfect is. Oké, en is het nou ook zo als ik 300 gram gebruik, dat ik ook drie keer de hoeveelheid water inderdaad. Hè, dus okay. onze eigen gemaakte peesters die ik gemaakt heb van de expander pallets en de gewone pallets. Die pakt dus ook dezelfde hoeveelheid, maar dat maakt altijd zakjes van 300 gram. Omdat voor een wedstrijd is 100 gram is eigenlijk te weinig. Dan heb ik gewoon 300 gram nodig en daar gaat dus 450 cc water op. Oké, okay. Zeg eens deze verhouding, hè? Het aantal grammen droge deeg en het water wat je gebruikt, is dat nou standaard voor alle deeg van Sensus of is het elke keer weer uitzoeken? Nee, daar zou ik toch wel eventjes wat tijd in steken thuis om dat even uit te zoeken wat gewoon het beste vist. Hoe meer water, hoe natter die natuurlijk wordt, maar ook hoe moeilijker die wordt om te vissen. Dat zal ik zo aan de waterkant uitleggen. Ja. Wil je wat minder water aan toevoegen, kan dat ook. Wordt de bal wat droger, dan is die wat makkelijker te vissen. Oké, okay. Nou, laten we gewoon eens kijken hoe deze eruit komt. Ja. Dus wat ik nu wil doen is dat ik eerst onze kant-en-klare peest aanmaak. Dus wat ik gedaan heb, ik heb 100 gram heb ik afgewogen. En ik weet dus dat ik daar 150 cc water bij moet doen. Je pakt gewoon een forse bak, hè, dus waar het gewoon allemaal makkelijk in gaat. En belangrijk is dat je de hoeveelheid water gewoon in één keer erop zet. Zoals je nu ziet, is het ontzettend, ontzettend nat. En het lijkt nu, alsof je nu veel te veel water erop gedaan hebt. Maar je zult straks zien als die wat ingedroogd is, dat die perfect eruit komt. Oké, okay, en hoe lang laat je deze nou staan? Deze laat ik eigenlijk nu een minuut of vijf laat ik hem staan en dan voel ik gewoon of dat die goed is. En op het moment dat die goed is, dan maak ik hem ook helemaal los. Wat ook heel belangrijk is dat je niet te veel in die peest aan het roeren gaat. Hoe meer je daar namelijk in doet, hoe harder die begint te plakken. Soms is dat goed, zeker als je op een wat diepere put zit, maar als je wil dat die vis de peest makkelijk binnenpakt en dat je makkelijk de haak ook door de peest heen kunt slaan, moet hij natuurlijk niet te hard plakken. En dat is belangrijk op het moment dat je heel veel erin roert, dan gaat hij steeds harder plakken. En dat is iets wat je dus absoluut niet moet doen. Dus een van de belangrijkste dingen bij het bereiden van peest is dat je er vanaf moet blijven? Eigenlijk wel. Nou, inmiddels zijn we 5 minuten verder en je ziet wel, het is al aardig stevig geworden. Erik, ja. Wanneer is dat deeg nou goed? Nou, je ziet dus nu dat hij inderdaad helemaal netjes ingedroogd is. En wat ik gewoon doe is dat ik na een minuut of vijf gewoon eens even voel. Hoe is die? Hij is nog steeds vrij nat. Ik denk met name voor een recreant dat hij nog lastig te vissen is. Dus dan kun je hem gewoon rustig nog even een minuut of vijf laten staan. Dat is nu, hij is mooi zacht, dat is wel belangrijk.
He, dus hij valt straks snel van de haak af. Je kunt de haak dan makkelijk doorslaan. Ik zou hem nog eventjes laten staan, nog even iets verder te laten intrekken. Oké, kun je nou ook... Kijk, wat voor jou is natuurlijk simpel. Jij weet precies wanneer je deeg goed is. Ja. Maar hoe kan ik nou als gewone sportvisser weten dat mijn deeg goed genoeg is? Als je de hoeveelheid van 100 gram, 150 gram water, of dus 200, 300 of 300 gram droogvoer en 450 gram water hebt, cc water hebt, dan kun je er eigenlijk vanuit gaan dat die na een minuut of 10, 15 hooguit, dat die wel redelijk goed is. Daarna moet je ook wel op gaan passen dat hij niet verder in gaat drogen. Dus wat je dan doet, even een dekseltje eroverheen. En wat ik bijvoorbeeld aan de waterkant ook altijd doe als ik zit te vissen. Dat ik gewoon de hoeveelheid peest pak die ik zeg maar op een kwartier, 20 minuten opvis. En de rest laat ik in het bakje zitten, een deksel eroverheen. Anders dan droogt hij weer te ver uit. Heb je natuurlijk de ready-made deeg, ja. Zoals je die hier nu maakt. Ja. En jij maakt je eigen deeg. Waarom doe je dat? De reden daarvoor is eigenlijk dat de peest die wij gebruiken, die valt wat sneller uit elkaar. Hoe zachter die peest is, hoe sneller die uit elkaar valt, hoe beter het eigenlijk ook is. Maar het wordt ook moeilijker. Het wordt moeilijker om daarmee te vissen. En de reden dat we dus de standaard peest wat meer plakkend hebben gemaakt, is dat iedereen daarmee op de voeten kan. Dat is gewoon het verschil eigenlijk tussen de kant-en-klare peest en de peest die ik maak van onze expanders en van de Super Pellets Sweet Magic. Oké, en wat voor mengverhouding kies je daar dan mee? Deze, de nieuwe, dus de eigen gemaakte peest, is eigenlijk als ik 300 gram maak, pak ik 250 gram expanders, die maal ik, ja. En 50 gram Sweet Magic Pellets. Oké. Dat is daar de verhouding in. En de waterverhouding, dus om hem aan te maken, is gelijk. Dus dit is 300 gram en dan gaat 450, 475 cc water uit. Oké, en wat is nou precies de functie van de expanders dan in het deeg? Expander is eigenlijk een pellet die, als je hem maalt, dat hij niet plakt. Dus het is een pellet die niet vet is, die zo weinig mogelijk moet plakken. En het resultaat ervan is dat die peest sneller uit elkaar valt. Dus de fabriekspeest, dus de kant-en-klare peest van ons, die is gewoon makkelijker te vissen voor iedereen. Ja. Maar hij valt minder snel uit elkaar, hij plakt gewoon wat harder. Ja, dus als ik het nou goed begrepen heb, de plakkracht zijn eigenlijk de pellets die erin doet. Ja, klopt. De gemalen, ja, dus de gemalen expander, pellets die zorgen expander voor de plakkracht. Ja, de expander plakt bijna niet. En de gewone pellet die gebruik je om hem dus wel wat meer te laten plakken. En wat wij dan nog wel eens doen, is als je nou heel diep water vist, is dat ik de verhouding aanpas. Dus ik praat net over 250 gram gemalen expander en 50 gram gewoon. Dat ik hem aanpas naar 200 om 100. Dan plakt hij dus even een fractie harder op het moment dat het water wat dieper is. Dus ik neem aan dat jij thuis een aquarium hebt staan, waarin je in de winter constant bezig bent met de verschillende verhoudingen. Dat heb ik inderdaad allemaal wel getest. Daar hebben we best wel veel tijd in gestoken om dus te kijken hoe plakt die peest, hoe snel valt die uit elkaar. Hoe kun je hem nog weer meer plakkend of minder plakkend maken. Daar heb ik best wel veel tijd in gestoken. Okay. Ja. En wat is nou de verhouding die je hier straks op gaat gebruiken? De verhouding die dit water is wat dieper. Ik heb op dit moment wel de verhouding gemaakt in mijn eigen peest. Dus 250 gram expander en 50 gram gewone pellets. Ja. En ik zal jullie straks ook nog laten zien dat er nog wel een andere manier is om die wat meer te laten plakken als het nodig is. Hebben we nou de uitleg gehad over hoe je het deeg precies maakt, gaan we nu natuurlijk kijken naar het materiaal wat Erik gebruikt. Want je hebt natuurlijk speciale peestdobbers voor dit soort werk. Wat voor dobbers gebruik je nou bij deze vorm van visserij? Het belangrijkste is dus dat je een dobber gebruikt met een lange boogantenne. Dat is het allerbelangrijkste van de peestvisserij. Waarom? De peest die gebruik je eigenlijk om de pen op diepte te zetten. Dus de pen die is niet uitgeloot, die staat eigenlijk tot hier staat die uitgeloot met de loodzetting. Dus normaal gesproken zou je een dobber zo uitloden. Deze die staat tot hier uitgeloot. Ja, dus je loodt hem uit tot net iets boven het drijflichaam. Boven het drijflichaam nog zichtbaar. Op het moment dus dat je dan de peest eraan doet, die trekt hem eigenlijk zoals dat hij moet staan. Wat is daar naar voren? Want op het moment dat de peest eraf is, komt die pen terug omhoog. Dus dan weet je gewoon dat je weer opnieuw moet beazen. Soms zie je wel eens mensen die vissen langer op de grond, hè, dus die loden een pen wel helemaal uit. Vissen wat meer onderuit gevist met die peest. Ik weet zeker dat die best wel veel vistijd in een dag hebben, dat die peest niet meer aan die haak zit. Dat die vissen er gewoon afgevreten heeft of dat die opgelost is. Maar dit is dus de beste manier om er zo mee te vissen? Dat is de beste manier om ermee te vissen. Dus je loodt hem half uit en je zet hem eigenlijk straks zo weg. En je kunt precies volgen wat die vis doet met een beet. Maar ook op het moment dat die peest eraf is, dan komt die pen omhoog. En kun je gewoon dat zien, dus dat je opnieuw moet blazen. Oké, als we nou kijken naar de verdere montage, wat voor lijnen gebruik je hier nou bij? Een 1800ste, dus eigenlijk een minimaal op deze put nu een 1800ste, een Super Competition van Sensas. Ja. Gewoon een dikke lijn. Het is een positieve visserij, dus die vis die komt om een balpees te pakken om te vreten. Dus het mag ook stevig zijn. Gewoon een 1800ste, een forse haak, een haak 12, een haak 10. Die komt helemaal in die balpees, komt die verstopt. Dus daar merkt die vis ook niks van. Oké. Het is gewoon een hele positieve manier van vissen. Dan voor de rest het elastiek. Het elastiek, dus een vrij stevig elastiek. Dus de 2,7
power elastiek van Sensas. En de loodzetting is eigenlijk heel simpel. Gewoon twee loodjes, 2/10. Het is een pen van 3/10, dus hij is niet helemaal uitgelood. Op een centimeter of 30 à 40 van de haak. Even afhankelijk als je hem met een potje naar de plek brengt hoe de lijn eronder hangt. Want dat is belangrijk, dus dat de lijn niet in de war slaat op het moment dat je aansteekt. En dus een forse haak. Erik, wat voor hengel van Sensas gebruik je nou vandaag? Ja, ik gebruik nu de Mammoet 94 Specimen. Wat gewoon belangrijk is bij die peestvisserij, het is een stevige visserij. Je vist met dikke lijnen, 1800ste, 2000ste, als het grote vis gaat, misschien zelfs wel een maat dikker. Dat moet je niet met een kanaalhengel doen. Daar moet je gewoon echt wel een hengel voor hebben die stevig is. Alle Mammoet hengels uit de series bij Sensas en alle T-Rex series zijn daar uitermate geschikt voor. Hengels tot 11,5 meter, wat vaak eigenlijk ook wel de maximale lengte is dat je vist. En die zijn er prima geschikt voor. Betaalbare hengels, maar stevig. Dat is het allerbelangrijkste. Tot zover de theorie. Dan gaan we nu vissen. Het eerste wat we natuurlijk gaan doen is het uitpeilen van de steek. Klopt. Erik, hoe ga je te werk? Wat belangrijk is dat je in ieder geval een pijlhout gebruikt. Waarbij dus de haak onderaan het pijlhout hangt. Dus we hebben een stuk foam, daar prikken we de haak in. En die staat straks netjes recht op de bodem zo. Dus je weet precies de juiste diepte. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Oké. Okay. Nou, ik heb begrepen dat we op 5 delen gaan vissen vandaag. Ja, we kunnen hier gelukkig vrij kort kunnen we een visje vangen als het goed is. Nou, dan gaan we gewoon eens even kijken hoe diep het hier is. Kijk, ik ben nu op de grond. Dit is, dat was al een vis in de buurt. Dit is te ver. Dus wat ik nou doe, ik steek iets verder bij. We zitten hier op de schuine kant. Nu staat hij eigenlijk nog iets te hoog. Als ik de pen dus laat zakken, dan zie je ook dat hij niet helemaal doorzakt. Maar ik wil hem dus eigenlijk dat hij straks wel doorzakt. Dat hij zo komt te staan. Zo moet hij ongeveer komen te staan. Dus nu kan ik precies de beet volgen. Hij mag zelfs nog ietsjes hoger straks met een bolletje deeg. Omdat de kant vrij schuin is, ga je dat straks voor de eerste keer vissen. Eigenlijk pas echt merken hoe die precies staat. En het belangrijkste is gewoon, was alweer een beetje over. Vis. Er zit vis genoeg inderdaad. het belangrijkste is gewoon dat je goed kunt volgen aan de dobbel wat er met het aas gebeurt. Dus of die vis het echt binnenpakt, of dat ze er langs zwemmen. En op het moment dat het eraf is, dat die dobber omhoog komt. Dat is het allerbelangrijkste. Je peilt hem in principe uit, zoals je er straks mee gaat vissen. Dus je doet net alsof er een bal deeg aan zit. Eigenlijk doe ik nu net alsof er een bal deeg aan zit. Ja. Ja, klopt. Tek uitgepeild, deeg is klaar. Ik ben wel eens benieuwd hoe je nou die bal deeg aan je haak zet. Eigenlijk heel makkelijk. Dus wat je doet, is dat je een klein balletje pakt. Ik maak er altijd zelf een klein balletje van. Ik druk daar eigenlijk een gaatje in. Zet de haak erin. En kneed de deeg eromheen. Zorg dat de haak rechtop staat. Dus ik weet dat de haak nu rechtop in het balletje deeg staat. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En zo vis je hem. Ja. En deze peest is zo stevig dat je eigenlijk deze geen cupje nodig hebt. Dus dit is onze kant-en-klare peest die we net aangemaakt hebben. Deze kun je zo vissen dat ik eigenlijk geen cupje nodig heb. Maar ik zal straks ook laten zien als dat nou wat moeilijker is. Dus als de peest natter is of als je de peest gebruikt die wat minder hard plakt. Dat je het ook met een cupje heel makkelijk kan doen. Oké, okay. Nou ik zou zeggen, te water met die hondel. Kijk, ik vis op 5 delen. Dus die van voorzichtig laten zakken. En nou eens kijken of de dobber echt goed gaat staan. Langzaam wegzakken. En dan kan een beet eigenlijk niet lang uitblijven. Dat had hij al. Hapsige, ik heb het nog niet gezegd. En dan zie je toch maar weer dat het eigenlijk veel makkelijker is dan je denkt. De elastiek gaat er flink wat uit. Hier zie je ook weer de functie van de elastiek natuurlijk. De elastiek moet erop afgestemd zijn. Hier zitten behoorlijke karpers. Vandaar dat Erik ook een wat dikkere elastiek van gebruikt. Ik blijf voorlopig wel even drillen, denk ik. Erik, heb jij nou ook een speciale techniek met het binnenhalen van de vis, met het drillen? Wat ik eigenlijk doe is dat ik altijd de hengel laag hou. Dus op het moment dat je de hengel omhoog brengt, dan vergroot je eigenlijk de hoek. En wat je dan ziet is dat die vis heel makkelijk van je af zwemt weer. Dus hoe kleiner je die hoek hebt, dus je hebt de vis en je hebt de hoek eigenlijk heel klein, omdat je de hengel laag hebt, dan is het veel makkelijker om die vis dus bij je te brengen. Oké, en wat is dan het moment waarop je de hengel omhoog haalt? Eigenlijk dat hij kort genoeg bij is om eigenlijk in één keer omhoog te halen. Dat is het mooiste. En dan direct te kunnen scheppen. Okay. Dat gaat niet altijd, maar dat is het ideaal. We gaan het zien. Kijk, de vis heeft er zin in, maar hij komt uiteindelijk toch boven. Komt hij aan. Pas op zijn plaats gaat die hengel omhoog.
heb eens geschept. Die is in de tas. Dan gaan we gewoon eens meekijken. Prachtige vis. Prachtige vis, hè? Netjes in het lipje gehaakt. Niks mis mee. Schitterende spiegel. Die kan weer terug. En dan gaat hij terug. Op naar de volgende. Erik, nou vis je met peest vandaag. Ja. Maar voer je nou ook nog gewoon pellets bij? Ja, ik voer wat pelletjes bij. Pellets van de berenkuil, die zijn hier verplicht. 4 mm in dit geval. En op deze korte afstand kan ik die gewoon gooien. En zoals je nu eigenlijk ook ziet, mijn dobber staat nu vrij hoog uit het water. Dat betekent dat nu mijn peest eraf is. Dus wat ik nu gewoon moet doen is opnieuw behazen en opnieuw inzetten. Weer op dezelfde manier een klein bolletje gepakt, druk er iets een gaatje in, ik zet die haak erin en ik vouw hem er eigenlijk omheen. Dan weet ik dat die haak altijd onderin staat. En dan gaat hij weer. Dit moet je een beetje voorzichtig doen, anders ben je hem kwijt. Dat moet niet schokkend, dat moet allemaal vloeiend. Dus ook als ik hem nu weer oppak, doe ik dat vloeiend. En ik zet hem op de plek neer waar je vist. Dan is het een kwestie van wachten. Nu is het weer een kwestie van wachten inderdaad. Kijk, hij trekt hem nou mooi netjes naar beneden. Je ziet dat hij minder... Oh, dat was al een beet. Maar dat is ook het moeilijke met peest. Je moet de juiste beten er tussenuit halen. Dus eigenlijk wat je net zag, dat was waarschijnlijk toch een lijnzwemmer. Of een vis die de bal misschien iets beroerde, maar hem niet in zijn bek heeft. Een echte beet, dat is in één keer knal onder. Zoals nu. Zoals dit bijvoorbeeld. Zoals dit inderdaad. En dan hangt. Nou, dat past er wel precies bij het verhaal, toch? Hij pakte hem gelijk. Een echte beet. Een echte beet. En een echte drill. En hengen laag houden, heb ik begrepen. Yep, leer ik gewoon door aan het vissen. Kan ik eens even laten zien waar ik hier zit. Ik zit hier op de berenkuil. Ik zit hier op de pas aangelegde nieuwe karpervijver. Je kunt hier dus perfect vissen. Met de feeder. Met de pelletwegler. Maar ook met de vaste stok zoals je ziet. Je hoeft niet eens verder te kanten vissen. Terwijl Erik er rustig weer eentje binnenhaalt. Kun je zien wat een prachtige omgeving dit is. Geweldig. Vis is binnen, haak is eruit en dan gaan we toch nog eens even kijken wat dat nou voor vis is. Want... Prachtige spiegelkarper, kilo ongeveer. Kijk, dit bedoel ik. Schitterend visje. Is dit vis? Puntgaaf. Of is dit vis? Hij kan terug, Erik. Hij wil alweer terug. Met het net terugzetten en weg is die. Erik, nou vis je hier natuurlijk met een fantastisch deegje wat zo aan je hak blijft zitten. Ja. Maar hoe werkt dat nou precies met die potjes? Wanneer gebruik je nou zo'n potje? Nou, als je nou bijvoorbeeld wat verder weg vist, dan zet je de deeg langer door het water moet slepen. Of als de deeg wat natter is, of als je gewoon moeite hebt om die deeg naar de plek te krijgen, de manier zoals ik dat net deed, dan vis je eigenlijk met een potje. Wat je daarmee doet, die zet je een centimeter of 40 à 50 van je top af. En het balletje deeg leg je daarin. Dus de lijn die komt in feite, de dobber, hieronder te staan. En wat je dan vaak doet is dat je het lood iets verder van de haak afzet, zodat die lijn met het aansteken niet in de war draait. Ja, begrijp het. Dus het is belangrijk dat hij een centimeter of 40 van je top af zit. Ja, dus hij moet even iets verder van de top af zitten. He, dus je ziet het ook hoe de lijn nu hangt. Mijn lood houdt hem hier ook, zeg maar, onder de pot. En ik heb dan 40 centimeter afstand, zeg maar, tussen mijn top en mijn haak. Waardoor de lijn eigenlijk niet in de war kan draaien. Nou, weer hetzelfde. Klein balletje deeg. En dan gaan we in het potje. In het potje. Eventueel, als je dat makkelijker vindt, een paar pelletjes erbij. Wat gewoon heel belangrijk is met het peestvissen, is dat je de beetherkenning juist hebt. Dus we hebben nu het potje erop gezet. En het allerbelangrijkste is om niet te slaan op een lijner of als die vis er eigenlijk nog maar aan proeft. Het moet een hele positieve beet zijn. Dus je wacht eigenlijk op dat die pen in één keer onderschiet. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zijn de momenten dat je slaat met die deeg. Vaak zie je mensen op het eerste beste bewegingje van een dobber zie je ze al slaan en dan missen ze die beet. Ik heb hem iets verder op de grond gelegd zodat het goed zichtbaar gaat zijn als we nu een beet krijgen. En daar was hij al. Had ze plaats. Hebben die kip, zou Leo zeggen. Zo is het. Ik zoom weer uit en geef hem de kans om te drillen. Je ziet dat het helemaal niet zo moeilijk is. Het is gewoon een kwestie van aan de slag gaan en de samenstelling van je deeg is natuurlijk mega belangrijk en daar moet je gewoon tijd in investeren. Bij het drillen laag houden we die top. En dan kan het niet lang duren. Er komt er weer een binnen. Kijk eens even. Prachtige visserij, het is gewoon bijna sporten.
prachtige schubkarpen. En je ziet nu ook dat de haak heel netjes voor... Oh, even rustig blijven jij. Dan kan ik het even laten zien. Dat de haak nu heel netjes voor in de bek zit. Achter de dikke lip. Netjes eruit. Niks aan de hand. Weerraakloos. Altijd weerraakloos. Heel belangrijk. Verplicht. En de vis die kan, zonder dat je hem eigenlijk nagenoeg eigenlijk niet aanraakt. Dus dat kan even stil hebben voor het te laten zien. Je hoeft de vis bijna niet aan te raken en je zet hem weer netjes terug. En weer is die. Nou zie ik je al vissend best wel stevig slaan, Erik. Is dat noodzakelijk bij het vissen van peest? Ja, dat is eigenlijk wel een noodzaak. Dat is gewoon puur om die haak door die bal heen te slaan en te zorgen dat die in de bek van de vis komt. Als jij met bijvoorbeeld een harde pellet vist of met andere aas, dan kun je eigenlijk door alleen maar op te halen, kun je die haak zetten. Maar met de peest gaat het niet. Dan heb je gewoon echt wel een stevige beweging nodig om die haak te zetten. Heb je nou nog wat algemene tips voor ons? Het belangrijkste met peestvissen is om het te gaan doen. En ook vol te blijven houden als het even moeilijk is. Je zult best wel wat beter misslaan. Blijf het gewoon proberen. Zo'n putter als hier ook, die zet genoeg vis op om op een avondje of op een middagje goed te kunnen proberen hoe dat werkt. Probeer het gewoon echt eens en steek er ook wat tijd in. Geef dat niet op na een half uurtje. Denk van, nou, ik zie de juiste beet niet. Dat ga je vanzelf leren, maar dat kost even wat tijd. De juiste beet eruit halen is het allerbelangrijkste bij het peestvissen. Terwijl Erik nog even doorvist, heb ik er wel genoeg van eigenlijk. Je hebt dus gezien wat hij vandaag gebruikte. Hij gebruikte deze vandaag. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat hij dit in elk geval niet meer terugkrijgt, want die gaan met mij mee naar huis. Je kunt natuurlijk ook zelf aan het klussen gaan. Het allerbelangrijkste met vissen met degen is dat je het gewoon gaat doen. Dat je gewoon aan de slag gaat, pak een aquarium, ga thuis wat zitten oefenen en ga gewoon eens zitten vissen. Want zo moeilijk is het toch niet? Nou, mocht jij in de toekomst nou vragen hebben voor mij op het gebied van hengelsport, schroom dan niet om mij een pb'tje te sturen. Voor hetzelfde geld maak ik een filmpje voor jou. Je weet het nooit. Als je mijn filmpjes nou zo leuk vindt dat je die in het vervolg als eerste wil zien, klik dan even op de abonneeknop. En dan ben je in de toekomst altijd bij met mijn laatste filmpjes. Ik zie je vast nog wel eens ergens in de toekomst. Tot kijken.